Ovidius, Tristia, boek 4, nummer 10, de eerste 14 regels daarvan. Illego qui forum, et cetera. Ik begin even achteraan. Acipe posteritas, dus nageslacht, dat wordt aangesproken. Acipe, ontvang of luister. En daarvan, zit een doel aan vast, ut noris, opdat je weet. Opdat je erachter komt. Noveris is een cognitivus perfectum na ut, dat een doel aangeeft. En wat moet je dan weten? Nou, dat heeft de vorm van een afhankelijke vraag. Namelijk, qui fuerim, wie ik ben geweest. En ille ego staat helemaal vooraan, daar wordt de nadruk op gelegd. Die beroemde ik. Dus opdat je erachter komt wie die beroemde ik ben geweest. De loser, de speelse dichter van tenerorum amorum. Van, ja, van tere liefdes, misschien ook wel iets van speelse liefdes. Dus de speelse dichter van speelse verliefdheden. Quem legis, die je leest. Dus om daarachter te komen wie dat nou precies is, nou, Acipe, dat moet je ontvangen, staat er letterlijk met andere woorden, lees verder. Dat gaat hij vertellen. Sulmo mihi patria est. Sulmo is voor mij mijn vaderstad, mijn vaderland. Met andere woorden, ik kom uit Sulmo, mihi dativus possessivus. Daarbij wordt verteld, gelidis uberimus. Undis, uberimus is de nominativus, dat hoort bij Sulmo. Sulmo, zeer rijk aan gelidis undis in de ablativus. Zeer rijk aan koele stromen, aan koele wateren. En van Sulmo wordt nog iets gezegd. Sulmo qui, dat, is het voegwoord, dat distat, dat verwijderd is ab urbe, vanaf de stad. Urbe duidt in dit geval de stad bij uitstek Rome aan. Dus die verwijderd is van de stad. Milia noviens decem. Dus mijlen, milia noviens, 9 maal decem. 9 maal 10 mijlen. Dus die 90 mijl van Rome verwijderd is. Editus hic ego sum. Eder betekent letterlijk uitbrengen. En wanneer het over een kind gaat, ja, het kind is uitgebracht, is dus nou ja, ter op de wereld gezet, uitgeperst misschien. Dus hic hier. Ego sum, ben ik, editus, ben ik op de wereld gezet, nec non, en niet, met andere woorden, en wel, om te, en wel, ut tempora noris, opdat je weer met een cognitivus, ut noris, dat was de verkorte vorm van noveris, opdat je kent de tempora, opdat je het tijdstip kent, cum, op het moment dat keki dit, toen viel, van kaderen, vallen, sneuvelde, consul uterque, oftewel beide consuls, toen beide consuls stierven, elk van beide consuls stierf, fato pari in de ablativus, door een gelijk lot. En wat dat betekent staat in je aantekeningen, een moment waarbij, een jaar waarin de twee consuls sneuvelden, allebei in de strijd. Si quid it est, als it est, als dat is, quid, en quid na si. Want je kent de regel natuurlijk, na si, nisi, num en ne gaat ali niet met quissi mee. Si quid moet je lezen als aliquid. Si aliquid it est. Als dat iets is, met andere woorden, als dat iets voorstelt, ben ik factus eques, ben ik geworden een ridder. Iemand uit de ridderstand dus. En dat ben ik als heres, als erfgenaam, en wel als oude erfgenaam ordinis, van die orde, dat die staat er niet. Dat vul ik aan. Equis gaat om ridder en de ordo die hier bedoeld is, is dus ook de ridderstand. En ik ben een oude erfgenaam van de ridderstand, usque a, helemaal vanaf, pro avis, van mijn vanaf mijn voorvaders. Dus vanaf mijn voorvaders, een oude erfgenaam van de ridderorde, ben ik factus equis, ben ik geworden een ridder, non modo, niet onlangs door een munere in de ablativus, door een geschenk fortunae in de genitivus, door een geschenk van het lot. Dus niet dankzij het lot. Met andere woorden, niet omdat hij nou toevallig onlangs een heleboel geld heeft gekregen en daardoor genoeg geld had om in de ridderstand terecht te komen. Nec stirps prima fui. En niet was ik de prima stirps, de eerste nakomeling. Sum creatus, dubbele punt, het wordt uitgelegd met die punt komma. Ik ben gecreëerd, ik ben op de wereld gezet. Genito frater, genito is een PPP, genito frater is ablativus absolutus, nadat er al een broer geboren was. En van die broer wordt gezegd, qui, die,
Ante Ortus erat, die daarvoor geboren was. En hoeveel daarvoor? Nou, tribus mensibus, 3 maanden, quater, 4 keer. Dus die 4 keer 3 maanden eerder geboren was. Precies een jaar dus. Lucifer afuit idem. Lucifer idem is dezelfde morgenster, dezelfde dag dus. Afuit was aanwezig bij van ad esse. En waar was hij bij? Bij de natalibus, bij de verjaardagen. Amborum in de genitivus meervat van beide broers dus. Una celebratast per duo liba dies. Una dies, 1 dag, celebrata est, werd gevierd per duo met 2, of door middel van 2 en wel 2 liba, door middel van 2 offerkoeken. De offerkoek die de jarige offerde op zijn eigen verjaardag. Haec est, deze, daarmee wordt bedoeld die dag. Deze dag is de festis van de feest, puntje, puntje, namelijk van de feestdagen, diebus moet je aanvullen. En wel de quinque festis, sorry. Deze is van de 5 feestelijke dagen, armiferai minervai, van de, of misschien moeten we zeggen, ter ere van de wapendragende Minerva. Dus deze dag is van de 5 feestdagen ter ere van de wapendragende Minerva, de dag quae, die, dat is weer een voegwoord, die solet fieri, die pleegt te worden. En nu staat er dat quenta een korte a heeft aan het eind, want je moet het lezen als quae fieri pugna prima cruenta solet. Deze is dus kort, die is dus nominativus en die hoort dus bij het woordje quae. Dus de dag die als eerste, prima, want dat hoort daar ook nog bij, cruenta solet fieri, bloedig pleegt te worden en wel pugna, door middel van een gevecht. Einde van de eerste 14 regels van Tristia 4.10.